Wij van Nimma TV vroegen ons af, hoe denken Nijmeegse jongeren nou eigenlijk over trouwen en scheiden? We zoeken het uit. Zouden jullie denk je zelf ooit willen trouwen? Nou, trouwen is wel heel, dan ben je meteen wel echt heel, is wel heel, overdreven zeg maar. Ik weet ook niet of het nog van deze tijd is. En wat zou er voor jou een reden kunnen zijn om te trouwen? Als je heel erg van iemand houdt. Als die vrouw het leuk vindt. En wat zou voor jullie een reden kunnen zijn om van die persoon te gaan scheiden? Nou, als ze gewoon kut is of zo, geld wil of zoiets. Dat is vaak wel de reden, ja, geld. Ken jij veel jongeren met gescheiden ouders? Ja, ik zelf voel op dat. Ja, best wel. Ja. Ja. En zou jij zelf ooit willen trouwen, denk je? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Ja. En zou jij denk je ooit zelf willen trouwen? Nou, ik ben er niet zo voorstander van, want zeg maar, mocht het dan mislopen, dan zit je met zoveel gedoe, Zoveel gedoe? Ik zal het even uitleggen. Een scheiding kost veel geld. Heel veel geld. En als er veel geld weg is, dan is die niet blij. Daarom, zoveel gedoe. Dat ik eigenlijk liever niet heb. En wat zou voor jou een reden kunnen zijn om te gaan trouwen met iemand? Als ik diegene echt heel leuk vind of zo en hij mij. Als je die heel leuk vindt of zo. Ja, gewoon geluk delen. Ja, dat je elkaar ook echt belooft altijd trouw te blijven. Gewoon als je van iemand houdt. En wat zou voor jou een reden zijn, denk je, om weer van iemand te scheiden? Als ik geen gevoelens meer voor diegene heb. Als je zich irriteert aan die persoon. Als die stom doet. Als ze niet leuk meer is. Ken jij veel jongeren met gescheiden ouders? Ja, van school ken ik wel een paar. Maar ja, in mijn directe omgeving niet zoveel. In mijn vriendengroep ook niet. Ja, ik ken best wel wat kinderen uit school die gescheiden ouders hebben, maar ik niet. En ben jij van plan om zelf ooit te gaan trouwen als je een leuk meisje tegenkomt? Ja, dat hoort wel bij mijn toekomstbeeld. Nou, trouwen is voor mij meer gewoon van status en maakt me niet heel veel uit. Het is niet alsof je, het is gewoon een brief waarop staat ik hou van jou, een soort van zo zie ik het. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet per se doe. Dus het is volgens jou niet per se nodig om te trouwen, om van elkaar te houden voor de rest van je leven? Ja, het is ook gewoon meer wat zeg maar mijn vrouw zou willen als zij het heel graag wil, dan doe ik dat wel. Oké, we hebben een feitje. Namelijk tussen 2004 en 2014 is het aantal scheidingen tussen toegenomen met 4000. Namelijk 31.000 per jaar naar 35.000 per jaar. En wat denk jij dat de oorzaak is van de toename van de scheidingen? Is dit een moment voor het slimme antwoord? Mag je zelf bedenken. Nee, ik zou het niet weten. Gaan meer mensen vreemd? Ik heb geen idee. Wie ben je en wat doen jullie? Eberter Zoglu. Ik ben juridisch medewerker bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel. Wij geven juridisch advies aan jongeren. Voornamelijk kinderen en jongeren onder de 21. Wat wij voor de rest doen, wij helpen dus kinderen bij problematiek wat betreft hun rechten en plichten. Oké, en met welke vragen komen jongeren bij jullie als het gaat om scheiden? Voornamelijk over de omgang. Dus hoe vaak mag ik mijn vader of moeder zien? Of de wijziging van de hoofdverblijfplaats. Ik wil liever bij mijn vader wonen of liever bij mijn moeder wonen. Over zulke vragen. En wat zijn je rechten als jongere wanneer je ouders gaan scheiden? Het belangrijkste recht is het hoorrecht. Je krijgt als je ouder bent dan 12 een brief naar huis toegestuurd. En de rechter is dan verplicht om naar jouw mening te vragen over bij wie jij liever zou willen wonen. En wat jij over deze situatie denkt. De rechter neemt dan natuurlijk jouw mening in rekening, maar houdt rekening met jouw mening. Maar uiteindelijk neemt hij zelf een beslissing over wat hij in jouw belang ziet.